Mark, hoe hang je er nu eigenlijk geld mee verdienen? Dat zal ik u eens rap uitleggen, zei Steve. Welkom iedereen bij onze 16e aflevering van de succesvolle netwerkmarketeers. Kijk, in het begin vergeten we dat nooit. Nee. Op het einde wel. Ja. Er is wel iets aan doen. Goed. Steve, geld verdienen met netwerkmarketing. Ik ga je eerst even iets vragen. Steve, ik heb eigenlijk een nieuwe telefoon nodig. Welke moet ik kopen? Oké, okay, even een aparte vraag. Ja. Ik heb een Android en een iPhone en ik ben wild enthousiast over mijn iPhone. Dus ik zou zeggen, en u kennen de merk, iPhone. iPhone, oké. Okay. Dus, en je hebt alle twee, dus de iPhone is gewoon de beste. Ja. Oké, okay, dat is goed. Dan ga ik een iPhone kopen. Eigenlijk is dit netwerkmarketing. Ja, we doen dat elke dag. We delen onze ervaring afhankelijk van wat iemand nodig heeft. Oh, ik dacht dat je echt een telefoon nodig had. Ja, maar dat is ook zo. Oké, okay, awesome. Maar je hebt geluk. Ik heb al een iPhone. Dus goed. Stel, ik koop die iPhone. Mm-hmm. Ik gebruik die. Ik ben kei enthousiast. Wat ga ik doen als iemand mij ook de vraag stelt van, kijk, hè, ik heb een of welke ervaring heb jij, of ik heb er een nodig, of wat dan ook. Ergens waar het telefoon ter sprake komt en men twijfelt over iets en ik denk dat ik met mijn advies iets kan doen, ga ik zeggen dan, ja, oké, okay, en dat is ook zo. Als iemand mij vraagt om het te kopen, ja, ongetwijfeld een iPhone. Ik vind dat zo makkelijk. Heel mijn leven is daar nu al rond geïntegreerd, omdat ik dat zo makkelijk vind. Als Apple een netwerkmarketingbedrijf was, dan zou Steve voor de aankoop van mijn telefoon een klein stukje marketingbudget hebben gekregen, afhankelijk van welk model dat ik koop, zelfs wat meer of wat minder. Gewoon omdat Steve reclame heeft gemaakt voor het product van het bedrijf. Ja. Als ik ondertussen met mijn wild enthousiasme, en je weet ondertussen dat ik ook niet al te verlegen ben, dus ik spreek 3, 4, 5 mensen aan en die kopen allemaal een iPhone, dan zou Apple mij op de aankoop van die 5 iPhones ook een stukje marketingbudget hebben gegeven. Maar het superleuke is, Steve, Apple zou nooit vergeten dat jij mij hebt aangesproken. Ja. Dus ook op die 5 die ik uiteindelijk heb binnengebracht voor iPhone, hè, voor Apple, zouden zij zeggen van oké, Mark, jij krijgt een stukje, maar ze zouden ook nog altijd zeggen, bedankt Steve, dat je ooit uw mond tegen Mark hebt opengedaan. En dat is misschien een klein beetje niet zo, dat is misschien niet zo overzichtelijk, maar ik ga dat heel overzichtelijk maken, want eigenlijk, uw impact, wat je ooit gaat verdienen, hoe dat je inkomen gaat opbouwen, dat kun je vergelijken met wat het gevolg is als je een steen in het water gooit. Je gaat zien, hè, je actie, dat heeft een bepaalde impact, dat gaat kringen maken in het water. En die eerste kring, laat ons zeggen, dat zijn de mensen die je zelf enthousiast maakt. En een tweede kring zijn de mensen die door de eerste kring enthousiast gemaakt worden. En zo gaat het altijd maar uitdijnen. En omdat alles is begonnen met jij, Steve, die een steen in het water is beland, gaat jij eigenlijk van al die kringen die daaruit nog ontstaan, gaat jij daarop tenminste een bepaald stuk van het marketingbudget van dat bedrijf krijgen. Voilà. Ik ga niet van een steenmark, ik denk dat ik eens een rots in het water ga gooien. Ja, dus dat is uiteraard zo. Hè. Hoe meer impact dat je hebt, hoe zwaarder dat je bent, bij wijze van spreken, als steen in het water, hoe meer impact, hoe meer kringen, hoe meer inkomen. Maar dat is dan weer iets voor een volgende aflevering, Steve. Want daarin gaan we zien dat het uiteindelijk ja, je ontwikkeling ook is die ervoor gaat zorgen dat je een zwaardere steen wordt. Maar dat is iets voor later. Dus ik denk, ja. Steve, het is aan u. Want we zijn aan een pip. Goed, Mark, ik ga het nog eens een keer samenvatten. Zien of ik het helemaal goed begrepen heb. De kern van de zaak gaat over delen. Nu, wat ga je natuurlijk delen? Uw ervaring. Je gebruikt de producten zelf. Of de diensten gebruik je zelf. En door die te gebruiken, zijn ze zo enthousiast dat je het eigenlijk nog meer gaat delen. Dat het gewoon een automatisme gaat worden. Ja, dus ook Steve, je gaat hoe langer hoe enthousiaster worden, je gaat hoe langer hoe succesvoller worden. En zoals we altijd zeggen, wat je nog niet kunt, dat kun je leren. Voilà. Dus dat is een, denk ik een fantastische afsluiter voor deze aflevering. Nogmaals, even liken als jullie het tof vonden en abonneren als jullie dat nog niet gedaan hebben. En wij zijn hier de succesvolle netwerkmarketeers. Dat mag ik absoluut niet vergeten. En wat ik ook niet wil vergeten is, jullie meegeven dat het
altijd, allee, sorry, dat het nooit te laat is voor een nieuwe start, maar dat het elke dag de eerste dag is van de rest van jullie leven. Tot morgen. Dag. Tot morgen. Dag.